Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ik ben G. Bart. Hoi. Hoi. Welkom. Dat is weer nodig. Bezoek jij het aan de kapper? Ja, het is nodig. Ja. Wat mag ik voor je gaan betekenen? Het mag weer een beetje bijgeknipt worden, zeg maar. Weet je, het model aanhouden? Dus je hebt de scheiding een beetje links zitten. Het model, model kan een beetje je aanhouden. De scheiding echt ook strakker in? Of gaat het een beetje op natuurlijke manier met de handen? Ja, maak je een borstel? Natuurlijke manier, ja. Oké. En iets van scheidingsproduct dat je gebruikt? Ja, er zit altijd een beetje een spray in, maar het mag wel wat losser, hoor. Het mag op zich wel een goed stuk vanaf. Oren wat vrij. Mag wel gedekt houden. Ja, maar niet te kort. Nee. Ik knip je voor de eerste keer, dus als ik iemand voor de eerste keer knip, dan ga ik sowieso niet te kort. Dan laat ik het liever langer dat je straks aan het eind van de rit zegt van doe maar nog een stukje ervan af. Ja. De omgekeerde wordt wat lastiger. Ik gaf net aan dat je best wel veel volgers hebt op social media. We hadden het even over social media. Ja. Ik ben wel benieuwd wat je dan, hoeveel volgers heb je? Laat ik daarmee beginnen. Nou, ik hou het niet exact bij, maar... Ja. Volgens mij zijn er rond de 1800, 1900 Facebook-vrienden, zeg maar. Oké. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Wat doe je met je social media-account? Dat is puur voor eigen gebruik? Nou, ik doe het in combinatie. Ik gebruik hem privé, maar ik heb een café. Dus ja. ik gebruik hem ook veel voor mijn promotie voor het café gebeuren. Oké. En welk café is dat? De Derde Kamer. Oké. De Grote Markt. Ja. Ken je het? Ik ken het, maar het is alweer een lange tijd geleden dat ik daar een rolletje heb gepakt. Okay. Dus het moet maar binnenkort even een keer langskomen. Ja. En hoe lang duurt dat al? Dit jaar besta ik 15 jaar. Dus het is een feestjaar, zeg maar. Ja. Komt er een groot feestje? Waarschijnlijk wel. Het grootste feestje heb ik al net achter de rug. Ik was afgelopen periode Prins Carnaval in Nijmegen. Okay. Knotsenburg. Ja. Dus, ik weet niet of je de grote feesttent kent op de Grote Markt. Wel. Ja, wel, die was... doe ik ook, dat Mariekepaleis. En die bestond 11 jaar. Dus we hebben al wat feestjes achter de rug, maar ik zal er 15 jaar ook niet aan me voorbij laten gaan. Hoe was dat, Prins Carnaval te zijn? Ja, heel bijzonder. Ja? Ja, het is een unieke gelegenheid om zoiets mee te maken. Ja. Wist je ook wat jou te wachten stond of ook heel veel nieuws? Nou, heel veel nieuws. Ik wist wel ongeveer natuurlijk wat je te wachten staat, want ik ben geen onbekende in het carnaval. Ja. En ik was er wel wat op voorbereid, maar dat het zo'n impact zou hebben en dat er zoveel bij kwam kijken, ja, dat moet je toch ervaren. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat is de impact dan daarin? Ja, heel veel mensen hebben een beeld van dat carnaval natuurlijk alleen maar in Limburg en Brabant hoog op de kalender staat. Ja. Maar Knotsenburg kan er ook wel wat van en de impact daarin, ik ben dus een jaar geleden was ik gevraagd. Ja. Dus dan ben je een half jaar ben je aan het voorbereiden. Mm-hmm. En dan in november is dan de prinsenproclamatie en dan word je openbaar. Ja, vanaf dat moment is het een gekkenhuis. Nou, ik ben geboren getogen in Den Haag en carnaval in mijn jeugd, ja, dat was dat ze dan een keer zeiden van volgende week mag je verkleed naar school komen. Ja, en dat was voor ons carnaval. Nou, toen kwam ik 9 jaar geleden hier in Nijmegen wonen en toen had ik ineens van wow, dit is echt carnaval. En toen hoorde ik weer andere Nijmegenaren zeggen, nee, dit is wel carnaval, maar ga je zuidelijker, dan is het gewoon, dan is alles gesloten. En als, dus misschien een soort van korte introductie voor diegenen die import zijn in Nijmegen, uit de Randstad of zo komen, die het hele carnaval begrip beleven zoals jij dat net aangaf, hè, 4 dagen feesten. Wat is carnaval? Kun je dat misschien even een korte... Ja, het is dus ruimer dan die 4 dagen wat ik al aangeef. In november is de prinsenproclamatie van de stadsprins en van de jeugdprins. Ja. Dat is een hele een flinke avond in de vereniging. Dat is ook 1500 man in de vereniging, dus daar begint het hele feestje eigenlijk al. En vervolgens ga je bezoek afleggen naar carnavalsverenigingen, naar wat je net aangeeft, scholen bezoeken, verzorgingstehuizen. Er zitten heel veel sociale avonden bij, dat is ook echt een sociaal aspect. En om aan te geven hoe druk een stadsprins is in Knotsenburg. We hebben meer dan 230 bezoeken achter de rug. 230? 230, ja. In een tijdsbestek van? Van november tot februari. En dan valt december weg, want dan is dan die maand mag je dus helemaal niks doen als kabinet. Ja. Dus dat geeft wel aan van hoe daar de impact van is. En dan wordt het toch ook in Knotsenburg behoorlijk gevierd. Je bent zelf geboren en getogen Nijmegenaar? Ja. Oké, en het carnaval, dat is iets wat je... Was dit bijvoorbeeld een droom van je om
Ja, ja, uiteindelijk, als je dan meer de carnaval ingaat, van kleins af aan vierde ik het al. En ja. Toen werd ik dus beroepsmatig, kwam ik er dus geconfronteerd. Ja, dan is het wel een unieke gelegenheid als je een keer gevraagd wordt en een grote eer natuurlijk. Dus dit is een herinnering die je hele leven bijblijft? Ja, ja, dat gaan er maar honderd in een eeuw, hè, want je mag het ook maar één keer doen. Ja. Je moet het ook maar één keer doen, ben ik ook eerlijk in. Dus dat draag je. Je bent voor de rest van je leven ben je zeg maar ex-prins van Knotsenburg. Dus. Ja, die titel die houdt je. Ja, okay. Daar zitten ook nog wel verplichtingen aan de rest van mijn leven hoor. Ja, zoals? Ik heb me aangesloten bij het ex-prinsenconvent, dus dan is het ook maandelijks nog bij elkaar komen. Wat er in de toekomst nog voor Knotsenburg kunnen betekenen. Ja. Dus er zitten nog wel wat dingetjes aan vast. En proberen natuurlijk de carnaval te blijven promoten in de stad. En hoe kom je in aanmerking om prins te... Ik bedoel, kan ik ook ergens inschrijven volgend jaar? Je kunt je niet inschrijven. Worden. Je kunt je niet inschrijven. Het is, wat ik zeg, het is een eer. Je wordt gevraagd. Ja. Er schijnt zo'n lijstje te zijn. En dan zitten er wat criteria aan vast. Mm-hmm. En dan de voorzitter van Stichting Open Carnaval met de chef protocol. Die twee personen die gaan dan mensen benaderen. En dat, in dit geval was ik dat. En die criteria zijn van, heeft degene wat betekent voor het carnaval? Hoe kan die carnaval blijven promoten? Heeft hij zich verdienstelijk gemaakt en zal hij dat blijven gaan doen? Dus je wordt eigenlijk gekozen? Je wordt gekozen, je kunt je niet zomaar aanmelden. Zag je dat aankomen, vorig jaar? Of, Nou, ik wist wel dat het in de wandelgangen werd er wel eens een keer... over gesproken en zeker bij mij aan de bar, met mijn klanten die ze hebben dat behoorlijk vaak over, nou wanneer kom jij nog eens een keer aan de beurt en dergelijke. Ja, toen zei ik altijd maar dat ik geen tijd had, ja. Dus je moet natuurlijk ook maar een spel proberen mee te spelen. Het is niet als je hoort dat jouw naam in de wandelgangen valt, dat je juist gaat lobbyen en netwerken om hem naar jezelf Nee, ik denk dat het juist averechts werkt. Ja. Dus het moet iets speciaals blijven. Hoogtepunt wat je hebt meegemaakt? Voor het prins zijn. Ja, ik heb mijn café ook verbouwd onlangs in januari. Mm-hmm. En dat was natuurlijk erg leuk om toen ik daar als prins als eerste keer binnenkwam, terwijl die helemaal verbouwd was en weer een beetje naar de tijd van nu. Ik had een bruin café. Het is nou een beetje een. Het is bruin gebleven, de gezelligheid is gebleven, maar het is wel met een beetje industriële look erbij. Okay. Zoals ik hier ook om me heen zie. Zeg maar. Ja. Dus die combinatie was erg leuk om daar als prins naar binnen te komen. Ja, en de rest zijn op instapeling van hoogtepunten. De optocht natuurlijk voor je eigen zaak langs. Dat is natuurlijk heel speciaal geweest. Dat zijn dan kippenvel momenten als je zo diep in het carnaval zit. En dan staan al je bekenden, je familie, je vrienden staan op het langste kant. Ja. Maar ook de bezoeken wat ik net zeg aan de verzorgingshuis. En daar word ik nou nog aan herinnerd. Van de week zat er bij mij iemand op het terras. Mm-hmm. En die werkte in zo'n verzorgingshuis en die vroeg van mij, ja, u was toch prins? Ik zei, ja, dat was ik. Nou, nog bedanken, want die heeft bij mensen weer een glimlach op het gezicht gezien die maandenlang niet had gezien. Ja. En dat zijn ook hele bijzondere dingen. Ja, leuk. En je had het over een café, hè? Die is aangepast een beetje aan de tijdsgeest. Hoe ging jouw klant daarmee om? Goed. Ja, ik heb dus al klanten die er ook al 15 jaar komen, die ook nog bij mijn voorganger kwamen. Ja. En ja, daar ben je dan toch een beetje huiverig voor als je hem iets anders gaat inrichten. Maar we zijn erin geslaagd om de gezelligheid en de sfeer te behouden. Want daar ben ik zelf ook van. Mm-hmm. Het moet een beetje eigen tijd zijn, maar het moet dus wel Nijmegen ademen. Hè? Het moet een beetje carnaval ademen. Mm-hmm. Nou, ik ben een echt NEC supporter, dus het mag ook wel een voetbalgehalte in zitten. Okay. Dus, Dat zijn we wel in gelukt. Daar ben ik ook blij om. Hey, en geboren en getogen in Nijmegen, zei je. Wat heb je gedaan voordat je met de kroeg begon? Ja, het is eigenlijk uit de hand gelopen hobby. Ik ben als glazenhaler ergens begonnen. Mm-hmm. En toen vond ik het leuk. Het was een bijbaantje toen ik op school zat. En daar ben ik in blijven hangen. Toen ben ik heel lang bedrijfsleider geweest. En toen kreeg ik de kans om deze zaak over te nemen. En mijn opa en oma hadden vroeger ook horeca, dus het zit wel een beetje in het bloed. Ook in Nijmegen? Ook in Nijmegen, ja.
Hey, als ik bij jou in de zaak kom, wat adviseer je mij om te nemen wat betreft drinken? Een speciaal biertje of zeg maar, als je bij mij bent, dan moet je niet weggaan zonder dat je dat... Ik denk dat we inmiddels natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde doen. Nou, kijken of het alcohol... Dat is altijd trendy, dan moet je met de trend meegaan. Nou, dat proberen we ook te doen. Zeker als traditioneel bruin café is er nog wel eens... was in het verleden nog wel eens apart, maar ja, ja. Dat, we gaan er mee, we kunnen er ook in mee. En speciaal bieren zijn natuurlijk helemaal van deze tijd. Dus door mijn verbouwing heb ik nu ook 7 speciaal bieren op de tap staan. Dus ik heb nog wel wat keus gelukkig. Nou, wat voor biertjes heb je aan de tap? Dan begin ik natuurlijk met als Nijmegenaar een lokaal bier. De Brouwtoren. Die jongens die hebben dat ook zelf ontwikkeld. Die komen ook hier vandaan. Het zijn ook vaste gasten bij mij. Ik heb natuurlijk mijn huismerk, Bavaria, en die hebben Swinkels tegenwoordig en heb ik op de tap. Dus, en daarna heb ik Cornet, Palm, La Trappe, dus voor ieder wat wils. Oké. Okay. Het speciaal bier, want je zegt van dat is een beetje, je moet een beetje meegaan met de tijd, want hoe omschrijf je een echte bruine café, een kroeg? Wat? Die heeft dan niet zoveel speciaal biertjes? Of? Een bruin café is zeker een speciaal bier, maar in mijn geval had ik dat niet. Ik had maar ik had een te kleine tapcapaciteit, zeg maar. Ja. Ik had het wel allemaal op fles, maar nu kan ik ook lekker een tapbiertje uit, een speciaal biertje uit de kraan aanbieden. Oké. Okay. Even over het kapsel, hè? Wat vind je van de lengte zo? Even een spiegel pak voor dichtbij, dan zie je iets meer wat er gebeurd is. Hiervoor heb ik hem vooral niet te kort, dat hij nog wel mooi op een natuurlijke manier achterover valt. Ja, de oren wat vrijgeknipt. Hier moet het vooral ook niet te kort, want het heeft de neiging om te gaan springen. Ja. Ik heb het flink wat gesneden en ook wat uitgedund. En ook achter is het wel kort, maar nog wel gedekt. Ietsjes opgeknipt in de nek. Ja, prima. En verder niet heel veel kort gemaakt, het model aangehouden als het ware. En nou weer door naar de zaak? Of, ja, nou weer naar de zaak. Het is mooi weer, dus ik hoop dat er nog wat te beleven valt op het terras. Dat we een leuk dagje kunnen maken. Het lijkt me wel, toch? Als de eerste zonnestraal op een terras valt, dan zie je vaak dat het goed druk is, volgens mij, toch? De eerste zonnestralen en de laatste zijn voor ons altijd het belangrijkste. Oké, okay. Ja. Want? Dan is het meeste drukte. De mensen willen als eerste in die zon. En dat heb je in oktober weer, hè, de laatste keer de zon. En in de zomerdag heb je toch wat concurrentie van de zwembaden en de meren en de vakanties. Nou, ik ben heel wat wijs geworden over carnaval en het prins zijn. Ja, leuk. Het is jammer dat ik me niet kan aanmelden, maar dat je ervoor worden. Maar ja, ik heb wie weet. Ik heb er ook niet heel veel affiniteit mee. Ik zei, ik ben er niet mee opgegroeid, dus wie weet, misschien ooit mijn kids. Ja, je kunt sowieso wel gaan vieren volgend jaar een keer. Absoluut, ja. Ik dank je voor het gesprek. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ben wat wijzig geworden over de binnenstad en over het prins zijn. Heel veel succes met de komende 4 dagen. Ja, dank zomer. Je wel. Nog wat nekhaartjes wegscheren. En ik denk dat je mij binnenkort ook op het terrasje ziet zitten. En dan kan ik even vrij kijken hoe de nieuwe zaken uitzien. Ja, je bent van harte welkom. Zo, alsjeblieft.